De vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, Melvin Bova, heeft onlangs in de Verenigde Staten, New York, de Award for the Most Influential People of African Descent, MIPAD, in ontvangst genomen. Deze onderscheiding volgt nadat hij eerder dit jaar genomineerd werd op de lijst van Werelds 100 invloedrijkste mensen in Afrikaanse diaspora jonger dan 40 jaar. De volksvertegenwoordiger hierover. Het Award for Most Influential People of African Descent is in feite een initiatief van de VN, ondersteund door de organisatie. Jonge mensen, in feite ook anderen die zich op een bepaalde en soms uitzonderlijke manier hebben bewezen in verschillende landen van Afrikaanse afkomst, om die in feite te zien en te belichten en daarmee ook te waarderen voor het werk dat ze doen. Dat betekent dat er voor dit programma in feite 10 jaar is uitgezet in een resolutie van de VN om in die 10 jaar jaarlijks dus een lijst van 100 most influential people of African descent te identificeren. En voor mij was dus het waar genoegen dat ik voor dit jaar de derde in feite listing vanuit dit geheel op de lijst mocht zijn en het award in ontvangst mocht nemen. Ik denk dat mijn werk en mijn profileren binnen sociaal-maatschappelijke in het sociaal-maatschappelijk leven door de tijd heen natuurlijk zichtbaar is geweest in Suriname. Vanaf mijn periode als jongerenvertegenwoordiger heb ik het nog niet over mijn periode als padvinder en de verschillende studentenorganisaties, sportorganisaties die ik heb gejoind, tot aan op het hoogste niveau voor jongeren binnen het NJP als voorzitter van het Eerste Parlement. Dat is een basis om natuurlijk door te groeien tot parlementariër en later zelf vicevoorzitter. Maar het slotstuk, omdat je in feite nooit weet wat de doorslag is gegeven, maar ik denk het slotstuk bij mijn verkiezing tot president voor het Forum van Young Parliamentarians van de Interparlementaire Unie, dat is de internationale organisatie van alle nationale parlementen, mij ook op dat forum, internationaal, een forum heeft gegeven om ook zichtbaar te zijn. En ik neem aan en ik denk dat dat een zekere bijdrage heeft geleverd tot de in feite eerste nominatie en later ook de onderscheiding die, voor ons, die ik nu voor me heb. Maar voor mij betekent de onderscheiding natuurlijk heel wat. Het betekent dat je in elk geval als jonge Suriname gehoord en gezien ben geworden, ergens door iemand, de organisatie, dan wel de organisatie zelf. Maar dat betekent ook een waardering voor het werk dat ik bijna de helft van mijn leven heb gedaan. Niet alleen in Suriname, maar ook binnen de regio, binnen de CARICOM en ook daarna. Internationaal, zoals ik aangaf, binnen de Interparlementaire Unie, want ook daar hebben we een stevige bijdrage kunnen leveren. Tot aan mijn verkiezing heb ik op meerdere momenten ook het forum mogen leiden. En nog beter en nog uitdagender heb ik de hele General Assembly kunnen leiden voor de eerste maal. Ik dacht twee jaar ongeveer geleden. Maar dat betekent ook natuurlijk een zekere confidence die wij mogen hebben dat Suriname in elk geval gezien en gehoord is op dit forum. En het betekent natuurlijk ook de uitstraling die we kunnen zijn naar anderen toe. We kunnen het. We kunnen het inderdaad. Aan de ene kant, aan de andere kant betekent het natuurlijk een extra druk vanuit dit gegeven ook nog in die lijn een aantal dingen te zeggen, een aantal dingen te doen. En dat is natuurlijk de volgende stap waar ik naartoe zou moeten werken. Omdat als ambassadeur nu van de MIPAD, de Most Influential People of African Descent, vanuit ook het karakter en de bedoeling van de organisatie en de resolutie van de VN, het ook bedoeld is dat je als ambassadeur bijdraagt aan de
aan de missie en de visie die is gesteld voor in elk geval de komende 10 jaar.